Dave Roelvink die stapt in augustus met te veel drank op achter het stuur. Tijdens de Dollemansrit van zijn huis naar het centrum van Amsterdam reed hij als een idioot. En hij verzette zich ook nog eens tegen zijn aanhouding. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor de rechter. En dat is niet voor het eerst. Ik heb het hier net uitgelegd. De politie maakt in augustus korte metten met Dave. Agenten rijden hem klem, duwen hem op de grond en voeren hem geboeid af. De verdenking die liegt er niet om. En dat weet Dave maar al te goed als hij aankomt bij de rechtbank. Ik weet dat ik de lul ben, dus maar hoe zwaar dat wordt, ga ik nu even kijken. Eenmaal binnen gaat Dave direct door het stof. Allereerst zou ik willen beginnen om mijn spijt te betuigen. Dat ik van bewust ben dat het ontzettend dom is wat ik heb gedaan. Dat ik eigenlijk meteen maatregelen heb genomen door een vrijwillige cursus te gaan doen. En ik probeer er echt alles aan te doen om te zorgen dat mij dit nooit meer gaat overkomen. Maar hij plaatst ook zijn kanttekeningen bij de verklaring van de agent. Die zegt dat Dave zijn auto stilzet in de Koentunnel. Ik had wel wat gedronken, maar ik ben me wel bewust, als ik midden in een tunnel echt mijn auto stil ga zetten. En met mensen die met 100 en 130 achter me zitten en door me heen. Nou, dat is zelfmoord en dat ga ik echt niet doen. Nooit van mijn leven weet ik 100.000 miljoen procent zeker dat dat niet gebeurd is. Laat ik voorop stellen dat we het hier wel hebben over een agent die niet onder invloed van alcohol is. En u was dat wel. Ik moet u zeggen dat ik geen twijfel heb bij wat hij heeft opgeschreven. Als het aan de officier ligt, krijgt hij een flinke straf. We mogen denk ik wel met z'n allen heel blij zijn dat er geen slachtoffers vallen. Meneer stopt zo plotseling. Die motoragent moet vol in de ankers om een aanrijding met het voertuig van verdachte te voorkomen. En daar gaat de rechter voor een groot deel in mee. Wat Dave op zijn kerfstok heeft, neemt hij hem erg kwalijk. U bent een gewaarschuwd mens. U bent gewoon echt niet zo lang geleden, minder lang dan uw advocaat net zei, het is nog maar 3 jaar geleden, bent u veroordeeld. En het was best heftig, want ook toen moest u uw rijbewijs inleveren. En dus moet de zoon van boeten. Dat rijden van u, dat vind ik eigenlijk wel ongelooflijk ernstig. Dit is echt levensgevaarlijk. En gelukkig heeft u dat vandaag zelf ook gezegd. Met een geldboete komt u er dan gewoon te makkelijk van af. Die boete doet u helemaal niet zoveel pijn. En ik vind een taakstraf van 40 uur, ja, dat doet u pijn. Maar dat moet u dan maar accepteren. Daar baalt u dan van. Nou, dat is ook precies wat ik wil. Dan zien we even niet het gezicht van Dave, maar ik neem aan dus dat hij daar dan balend bij zat. Wat vind je van die straf? Nou, die straf is op zich niet hoger of lager dan gebruikelijk in dit soort gevallen. Okay. Ik zag op Twitter dat er mensen verontwaardigd waren over de hoogte van de straf. Maar dat is, ja, rechter kijkt gewoon, die heeft daar bepaalde tabellen voor. En daar, ja, past hij dan wel een beetje toe. En die mensen vonden het te laag, hè? Ze dachten dat dit hoger moeten zijn. Ja, ja, nou ja, goed, ik denk dat het een pittige straf is. Ik weet eigenlijk niet, jij bent erbij geweest hoe hij in de rechtszaal was. Of die spijt echt oprecht was. Ja, gespannen en hij baalt vooral. Spijt, weet ik niet. Ik vind dat lastig te oordelen bij hem. Maar het baalt vooral van de situatie en ook waar hij zichzelf in heeft gestort. Dat hij het zelf heeft gedaan. Oliedom natuurlijk. Ja, maar is dat allemaal een praatje voor de vaak? Nee. Een beetje kletsen? Of meent hij dat ook, ja, echt? Heb je diep in zijn ogen gekeken? Ja, dat hebben we gedaan. En daar baalt hij ook echt van. Maar hij trekt bijvoorbeeld ook die verklaring van die politieagent in twijfel. Dan denk ik weer, ja, waarom doe je dat? Want dat, ja, is dat natuurlijk is dom. Iets oliedoms weer. Ja, dat heeft ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel invloed op de hele zaak. Is ook vrij makkelijk te weerleggen, want die hele Koentunnel hangt vol met camera's. Ja. Dus als dat een issue zou worden, dan vraag je die camerabeelden op. Dus ja, wat hij daar nou weer mee beoogt, het is niet slim. Want je kan dan beter in zo'n verhaal waar je aan alle kanten fout mee zit, kan je maar beter het boetekleed aantrekken en dan ook niet om zo'n detail nog gaan zeuren. En ik moet zeggen, als ik zo die rechter hoor, die had er echt zin in, volgens mij. Ja, normaal wordt dat in tien minuten afgehandeld. Ja. Ja. En die wilde echt even een momentje pakken. Ja. Maar die 40 uur, dat is natuurlijk best een flinke straf. En ook nog niet een rijontzegging, maar echt rijbewijs afgepakt. En doorgeknipt. Ja. Je moet opnieuw zijn rijbewijs halen. Dat gebeurt ook in dit soort zaken wel. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel. Je moet inderdaad weer gaan rijlessen nemen. En je haalt tegenwoordig niet zo makkelijk meer meteen de eerste keer je rijbewijs. Dus dat is wel een straf. Ja. En wat we niet moeten vergeten, dat heeft de rechter ongetwijfeld meegewogen. Op het moment dat een normale Nederlander ergens parkjes moet gaan aanharken of in een bejaardenhuis moet gaan werken, trekt dat minder aandacht dan bij hem. Dus ja, in die zin speelt zijn bekendheid dan wel in zijn nadeel een rol. Mm-hmm. Arend, maar hoe maakte jij het mee vandaag? Nou ja, dat er heel veel ophef natuurlijk over is. De media zat er natuurlijk bovenop. We zaten er echt naast. Toen ook het geldbedrag genoemd werd, toen zei hij ook even, hoeveel roodjes is dat? Want hij is daar wel op. Ik die roodjes. Ja, met zijn hoeveel roodjes. Hij is daar op zijn manier wel heel erg mee bezig. Maar ja, die ophef, dat is volkomen begrijpelijk. En het is ook oliedom. Het is zijn eigen fout. Hij moet zelf nu op de blaren zitten. Hij zegt dat hij eraan gaat werken. We hebben hem na afloop even gesproken.
Ja, Dave, de uitspraak is net geweest. Wat vind je ervan? Wat ik van de uitspraak is wat het is. Ik ben in ieder geval blij dat ik mijn verhaal heb kunnen doen. Ik kwam hier vandaag ook meer om mijn verhaal te vertellen dan echt mijn straf aan te vechten. Dus de rechter die vond ook wel dat ik mijn verantwoording nam. Dus dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste dat er vandaag uitgekomen is. Dat ingezien wordt dat het mij echt wat gedaan heeft, dat ik er echt spijt van heb. En wat de straf is, dat is gewoon iets wat ik moet accepteren. En daar kan ik niks aan veranderen. De rechter zei, ik hoop dat je baalt, ik hoop dat je dat gevoel hebt. Heb je dat ook? Dat heb ik zeker, ja. Ja, ik heb er heel veel spijt van. Van de straf balen is het niet eens zo. Het is meer balen om het feit dat ik dit gedaan heb. Besef je ook dat alcohol in het verkeer echt gewoon niet kan? Dat besef ik me goed, ja. Helemaal omdat het natuurlijk je tweede keer is. Nou, we hebben het wel over een paar jaar geleden, maar ja, dat mag natuurlijk niet goed praten. Dat is ook, dat geeft allemaal reden tot dat ik ook met een psycholoog ga praten. En dat ik deze stap onderneem, omdat ik gewoon echt niet meer wil dat ik dit zelf doe. Dave volgt een cursus waarbij hij ook ouders spreekt die een kind verloren hebben door een bestuurder met een slok op. Met die ouders, dat was gewoon een heel heftig gesprek. Het is een jongen die overleed op mijn leeftijd. Die kwam een spookrijder tegen met alcohol op en die is daaraan overleden. Ja, de pijn is nog steeds in die ouders hun ogen te zien. Dus dat heeft veel met mij gedaan. Het is mijn eigen fout geweest, het is mijn eigen schuld. Ik heb mijn straf gehad. Dus aan de bak.